De nummer 3 van de ranglijst, HCRW, neemt het op tegen hekkensluiter Silicon Storks uit Kijkduin. We pakken de donderdagavondwedstrijd op in de tweede helft van de vierde inning met Hernandez aan slag. Die slaat een rollertje naar het derde honk, gaat zelf uit op 1. Maar Knapen scoort vanaf het derde honk de eerste run van de wedstrijd. Dan komt Hensen aan slag. Die bal schiet net van de bovenkant van de handschoen van de catcher af. Hoovers is er als de kippen bij en scoort met een headfirst de 2-0 voor Storks. HCRW dan met het antwoord in de zesde inning. Daal slaat hier een heerlijke slag diep, diep het rechtsveld in. Berend Ruben en Bonavacia vliegen over de honken en trekken de stand zo gelijk. Daar komen ze aan voor de 2-2. En dan komt Patrick Bok aan slag. Die slaat hem hier mooi het gat in. Honkslag dus voor Bok. Storks probeert dan nog met de aangooi naar thuis, maar die is net niet op tijd. Daal scoort er 3-2 vanaf het tweede honk. En Bok kan daardoor verder naar het derde honk. Luchtmaier dan, die slaat de bal het rechtsveld in. Reliever Nick Winkel, die deze inning begon, heeft het zwaar, want hier gaat Bok over de thuisplaat komen. Hij scoort de 4 tegen 2. Winkel is van slag. Hij gooit hem hier de grond in. Een wilde worp zorgde ervoor dat Luchtmeijer, die inmiddels op het derde honk stond, de 5-2 kon scoren. Een inning later slaat Bonifacia de bal. Hier heel, heel hoog de lucht in. Een spectaculaire duik van Visser daar in het midveld. Maar het mocht niet baten. Bonavasia bereikt het eerste honk. En na vier wijd voor Visser komt Patrick Bok aan slag. Slaat de bal prachtig de rechterhoek van het familiestadion in. Bonavasia en Visser kunnen scoren. Twee RBIs erbij voor Patrick Bok en twee punten erbij voor HCRW. Dat uiteindelijk ook nog de 8-2 op het scorebord zet. En zo de eerste wedstrijd weet te winnen. Luc Terbeek is de winnende pitcher. Uitblinkersaanslag voor HCRW waren Patrick Bok en Rodney Daal. De wedstrijd van zaterdag in Bussum komt al vroeg los. Berend Ruben die slaat hier namens de thuisploeg deze bal de linkerhoek in. Een hele mooie twee honkslag dus voor Ruben. En dan is het aan Bonavasia de taak om die twee honkslag te promoveren tot run. En die taak vervult hij met verven. Een mooie honkslag naar rechts met RBI. Berend Ruben scoort al vroeg in de wedstrijd de 1-0. Dan gaan we naar de derde inning. Bok aanslag voor HCAW met twee lopers op de honken. En ook hij stuurt de bal de hoek in. Berend Ruben en Jayandro Tromp breiden de score uit naar 3-0. En met 1 en 2 bezet is dit Kevin Dierksen-aanslag. Ook hij raakt hem goed. De outfielders van Storks rennen de benen uit hun lijf. Maar kunnen niet voorkomen dat Daal en Bok allebei over de thuisplaat komen. En scoren 5-0. En op een hongslag van Van der Meer scoort Dierksen nog de 6-0 voor HCRW. Als Zegwaard de bal hier goed raakt. Van der Meer probeert de derde hong te bereiken. Maar de aangeven vanuit het outfield is. Uitstekend vanuit het linksveld, waardoor de tussenstand naar de derde inning 6-0 blijft. Dan zien we in de vierde inning Storks voor het eerst aan slag. Met Radam die de bal goed raakt, waardoor Visser kan opschuiven naar het tweede honk. 1-2 dus bezet. En dan komt Dijk aan slag met hier een rollertje naar het tweede honk. Een MLB dubbelspel was in de maak, maar Dijk is snel en bereikt het eerste honk. Het dubbelspel komt er alsnog als Vlist de bal richting het tweede honk slaat. Een iets makkelijker 4-6-3 dubbelspel houdt Storks vooralsnog op de 0. Dan gaan we naar de tweede helft van de zesde inning met Bok tegenover Reliever Nick Winkel. Bok krijgt zijn vierde wijdbal in zijn vrije loop, waardoor alle honken bezet zijn. Een mooie kans voor Daal dus om nog wat punten binnen te slaan. Dat doet hij. En hoe? De bal gaat over de hekken. Weliswaar met een stuit binnen de barricades. Dus net geen homerun, maar een ground rule double. En weer twee punten erbij voor HCAW. Anna zag Gastie dan. Hij slaat de bal in een druilerig bussem. Hoog de lucht in voor een opofferingsslag. Patrick Bok wacht op de derde honk op de tag. En zo komt ook hij over de thuisplaat. Voor run nummer 9 voor HCAW. Daal staat er nog op het tweede honk. Bob van der Meer komt aan slag. Slaat de bal opposite field de hoek in. RBI erbij voor Van der Meer omdat Daal hier weet te scoren. En een drie honkslag komt op naam van Bob van der Meer. En dat redt hij. Riant, een stand-up triple. Het slotakkoord van deze wedstrijd komt van Luchtmeijer met deze uitstekende honkslag. Hengelt hij van de meer over de thuisplaat. De 11-0 staat op het scorebord en zou na 7 innings ook niet meer veranderen. Daardoor gaat de los naar Diornik Sanchez namens Storks de win naar startende werper Dennis Burgersdijk van HCRB. Kan Storks op zondag in eigen huis dan de punten houden? We zitten in de derde inning met Bonavasia aan slag voor HCAW. Die slaat de bal hoog en ver. Honkslag met twee RBI's, want Patrick Bok en Berend Ruben kunnen allebei scoren. Bonavasia inmiddels op het derde honk door twee wilde worpen van Jaden Gonesh. En hier nog een, drie oprijders waardoor Bonavasia scoort vanaf het eerste honk. 3, wat op rij. 0-3, de tussenstand. Storks wederom in de achtervolging met Visser-aanslag die hem vol raakt. De bal vliegt richting het linksveld. Nee, over het linksveld heen, over de hekken heen zelfs. Een prachtige solo-homeren van Visser namens Storks. En in de zesde inning gebeurt er veel. Redan laat hier de bunt zien. Een dubbelstil van Visser en Raap. Catje Zegwaard schrikt ervan en gooit de bal zomaar het linksveld in. Waardoor Raap door kan naar thuis en Visser opschuift naar het derde honk. Een beetje gekke actie daar, maar Redan is nog steeds aan slag. Visser dus op drie en Redan peert hier de bal het veld in. Tromp gooit zichzelf daarvoor in het middenveld om erger te voorkomen. Maar Visser scoort tegelijk maken. De tussenstand 3 tegen 3. Fransen komt dan op de heuvel namens HCRW. Coco aanslag. En kijk eens, een ouderwetse squeeze play. Mooi om weer eens te zien. Uitstekend neergelegd door Coco, waardoor Storks voorkomt met 4 tegen 3. Kan HCRW dan nog met een antwoord komen? In de eerste helft, zevende inning, 2 en 3 bezet. Patrick Bok aanslag. En laat dat maar aan hem over. Een mooie honkslag waarop G kan scoren. En Tromp opschuift naar het derde honk. De stand is weer gelijk met Bonavazia aanslag, die de bal tegen zich aan krijgt, waardoor de honken vollopen. En dan is de druk hoog. Daar komt aan slag. Dat wordt een rolletje naar het derde honk. Het punt wordt voorkomen, maar Storks is nog steeds niet uit de problemen. De honken zijn namelijk nog steeds vol. De druk op de schouders van pitcher Martin Kram, die de bal hoog aan de binnenkant gooit. Vier wijd met alle honken bezet. En zo komt HCRW op voorsprong. 5-4. En de gifbeker moet leeg voor Kram. De honken zijn namelijk weer vol. En hier gooit Kram zijn vierde wijdbal richting Bob van der Meer. Waardoor Bonavacia vrij eenvoudig de 6-4 binnen kan lopen. En daar zou het bij blijven. Na een leuke spannende wedstrijd wint HCAW met Fransen als winnende pitcher. En Kram zal niet heel lekker hebben geslapen na zijn los. Winnaar HCAW met 7-4. Data Stores.